plaats je markt omheen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, die zijn zeker weten klein. Klopt, en dan kun je tenminste wel gewoon in de auto zitten zonder dat je steeds een sjaal eronder hoeft te doen ofzo. balletje. Misschien dat hij het op de straat gooit om het er ouder uit te laten zien of zo. Ja, dat hij ze aan het schoonmaken was, bedoel je. Dus kunnen we daar wel langs. Je wordt eerst gewoon door het hele winkelcentrum gestuurd. En daarna mag je naar de tempel. Soep is hier goedkoop. Ja, klopt. Ja, het is een beetje bouillon. Nee, klopt. Een beetje smakeloos. Je hebt hier wel echt andere shirts die je kan kopen dan de rest. Dit is weer een beetje de Ubud shirts met I Love Bali en die olifanten erop en Bintang. Kettingen voor 10.000 hier. Wow, zag je dat? Ik denk niet dat we dit aan de lof kunnen trekken, maar ik had het net zo gewoon tegen. Ja. Je kunt wel vette foto's maken van die hele hoge golven.
Nee, we kunnen er niet komen. Wow. Oké, je hebt daar nog meer tempels trouwens, als je naar rechts gaat met die bordjes. Oh, dit is wel een heftige zee. Ja, allemaal tempels. Ik denk het wel. Ik denk dat hij hier links staat of zo. Ik ben hier wel lief,